Ottoman mensen. Ik moet best wel zeggen, dit is de O2O2 lezen. Bedankt om terug te komen. O2O2, niet vergeten, O2O2 heeft mee te maken met de bericht van de Divine Vader en Divine Moeder. Okay? Nou, dit is voor de Ottoman mensen. En de effect in deze periode voor jullie Ottoman mensen is de spiegel. Dus je gaat jezelf even, omdat dit is een genezen lezen, je gaat jezelf even zien de spiegelbeeld. Dat is de ego van wie je bent, oké? Okay? Dus je gaat jezelf echt in de spiegel kijken in deze tijd om achter te komen. Wat is goed? Wat moet je doen? Wat moet je veranderen aan jezelf? Omdat dit is een tijd van genezen, van verandering. Dat gaat even opkomen. Dus deze is de speaker wanneer je bekijkt hoe of wat het is. Dat affect u en dat geeft je dat kracht in jezelf om een positive alignment en je empowerment om terug te nemen. Okay? Dus dat is best wel goed. Wat staat boven jou? De ikrashi. Jouw gids is divinely op een goede pad. Dus is zoiets als je krijgt gewoon de goede blik van je gids. Dat die gaat je op de juiste richting in je leven even gaan sturen. En dit is zeer, zeer positief. Wat moet je loslaten? Je moet loslaten die situatie dat je heeft, dingen met je karakteristiek dat je kan verbeteren voor jezelf. Oké, okay? Dus je laat de ego weg. Het is over de verlaten van het ego. De ego moet weg en loslaten. Oké, okay? En daar zie je uitbarsten dat je bast jezelf uit of een deceptieve manier van denken. Of je reprogram jezelf in deze tijd. En dat is goed. De help dat je krijgt is dat op de hand. Je krijgt een transition. Dingen worden veranderd in je DNA. Oké. Okay? Heel in-depth, gezond. Genezen van de ziel. De ziel. Oké. Okay? Dus je wordt echt genezen van de ziel. En dat is zeer positief en zeer krachtig. Now, what's gebeurd in the toekomst? Wat zit je te dwars in de tempel? Je bent bang om jezelf te confronteren, om de echte ziel te zien. Je bent daar bang voor. Je bent bang om meditatie te doen, om jezelf te confronteren. Maar als je dat doet in deze periode, wat gaat gebeuren voor jou, is dat je gaat even krijgen wat het is dat je wens en droom over. Omdat die gaat je helpen om jou te begeleiden op de juiste weg. Dus de 9 van de bochel is hier. Het is een positive alignment van energy. Je wensen en je droom komen uit als je connect met je inner gids. Die gaat je begeleiden op de juiste pad in je leven. Dus een positive alignment van energy. Now, voor de mensen die weten over de Palladians, die spiritual beams, dat gaat binnenkomen, is double mission. Die komt op een double mission. En het is de Palladians. Dus ik zie dat sommige van jullie, als je komt achter dat je bent een Palladians, je hebt ook wijsheid dat je kan aan anderen geven. Dus als je bent op de pot van genezen, je kan en je krijgt en de informatie gaat even naar jou even gaan geven over hoe, als een Palladian, hoe je kan anderen helpen. De laatste energie is de Lemuria. En Lemuria, het is heaven, de even op de harde, oké? Okay? En dat is wat moet gebeuren, maar je bent daar niet, je bent daar niet klaar voor. Ze gaat je even op de juiste weg in je leven. Om jou te leiden op de juiste weg. Om dat te creëren in je consciousness. En dat wordt positief. Dus als je komt
Op de eind van de maand, de laatste drie maanden in de jaar, dat is wat gaat effectueel met deze genezing. Dat gaat binnenkomen voor jullie. Als we gaan even verder. Voor sommige van jullie dat hebben overlijden familieleden. Ze wil zeggen, ik altijd geef je een kus s'nachts, oké? Okay? Dus als je heeft een familielid dat is overlijden, maar je brandt altijd een kaas voor deze persoon. Whoever deze persoon en whoever meneer deze persoon opkomen in je leven, het is positief vanwege dat deze mensen geef je altijd en is altijd bij je bed. Die staan en die zit bij je bed om even een goede nacht kus te geven, om rust aan jou te geven. Dus deze mensen blijven rond jou en ga je genezen in deze periode, deze tijd. En die gaat je helpen op de juiste manier. Empowerment is the energy for you, jullie waterman. Jullie waterman in deze periode. Empower yourself in een zeer krachtige manier. Het is over empowerment voor deze O2O2 tijdspan. Dus je gaat jezelf empower in een goede, positieve position. Okay? Wat nog meer? Transformatie, magic en illusie. Transformatie, magic en illusie. Een zeer wonderful, krachtige, powerful energies. Dat gaat even opkomen voor jullie waterman. This is a positive alignment van energy voor de genezing in deze tijdspan. Geniet hiervan vanwege doordat whatever the issue and the situatie is en was, de genezing dat komt binnen is over verandering, transformation, de weghalen van lower energy. Voor jullie waterman. Je hebt issues in deze periode waar je geneest de familie. En als je geneest de familie, wat gaat even transformeren is dat voor issues with past life experience, je gaat even issues with past life met de familie, maar sommige van jullie gaat even genoten hiervan. Dus whatever past life issues is and was, ik zie dat sommige van jullie gaat echt genoten hiervan. Sommige van jullie gaat even achterkomen aan de family lid en dat soort van ding. Je gaat even achterkomen iets over je family als je woont in hetzelfde huis met je family. En dat is best wel positief, omdat het brengt genezing in je leven, oké? Okay? Sommige van jullie gaat result from an air century where wat je doet in de verleden, je gaat nou het in een positieve manier doen, maar je brengt altijd karma en je clear whatever the karma is and the issue that come up in the family. Dus it is a tijd where positive alignment van energy, where it is jullie gaat de vierde huis aanwerken met het genezen en het heeft mee te maken met de familie. Oké? Okay? Dus geniet hiervan. En ik spreek jullie wel. Namaste.